Hi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben met Winnie Winnie. En zoals je wellicht aan de titel hebt gezien, gaan wij een sushi slash snackbar mukbang opnemen. Ik ga echt helemaal dood van honger. Ik tril helemaal. Zo van honger. Jij hebt helemaal geen honger. Nee, maar weet ook hoe dat? Ik weet dat het komt. We hebben echt heel weinig gegeten vandaag, maar... Deze er. Manifest. Oh. We hebben echt heel weinig gegeten vandaag, maar ik weet niet. We hadden net even lekker geslapen. Ik kan niet meer. Maar we hebben echt fucking veel besteld. Allemaal snacks en friet en sushi. Oh, en snackies. Want bij die snackbar kun je dus ook sushi bestellen. Ja. Want ze hebben echt zo'n sushi kok. Zo, ik kon gewoon niet meer. Dit is gewoon een snackbar met een sushi kok. Ja. En Anne, de vader, gaat het nu halen met de broer. En die komen er ook gezellig niet bij. Gewoon lekker aan tafel zitten. Maar niet dus die zullen ook wel. Nee, maar die zullen wel een beetje meepraten, ja. Denk ik. Super grappig. Ja, dit wordt helemaal gezellig. Ik heb water nodig. Ja, ik wil water. Maar ik heb ook een whiny whiny. Ja, dat doe je dat. Oké, ik ga van Wani pakken. Ja, ik heb Dry January. Saai. Ja, het is gewoon een low-key mukbang. Gewoon even gezel, kletsen, chill vibes. Oh! Wat? We hebben een blauwe Pinocchio. Een beetje ons elke zaterdag. Ja, dit is echt... Ik eet hier elke zaterdag eigenlijk. En dan gaan we altijd bij de snackbar bestellen. Altijd sushi en snacks. Dus ik dacht, hoe leuk een mukbang om dat te doen. Cheers. Cheers. Mmm. Woehoe! Het eten is er. Mmm. We hebben echt niet normaal veel. Vertel even wat we allemaal hebben. Oh! Vertel even wat we allemaal hebben. We hebben chicken wings, kipvingers, sashimi, patat. Wat een kom! Oorlog! Ebi, chicken, avocado, frikandel speciaal, frikandel grof en een kaassoufflé. Een hamkaassoufflé. Een hamkaassoufflé. En. Ik moet een thumbnail. Oké. Okay. Ik ga met de kipvinger doen. Ja. Ja. Dat zie je niet. Zeg maar. Je bent live natuurlijk. Nee. Ik kan gewoon knippen. Oh, dit heeft een soort kruiden. Ja, chicken. Dat is nieuw. Heb je een groot portie gedaan of zo? Nee, wij hebben ook een portie. Hij jullie knippen dus 5 van zijn van jou, 5 van ons. Nou, we houden het zo over. Oh! Ik heb zin in deze hele combinaties. Ik ook. Maar eigenlijk als je gaat sushi eten, ga je ook frituur eten. Mm. 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 Allemaal soorten frituur. Als wil je een sushi wil ja, zeggen, een sushi'tje. Ga je het echt niet allemaal opeten hoor. Nee. Nee. Ik hoop het eigenlijk niet. Maar Nina komt ook nog, die gaat ook echt wel iets mee zien. Nina is echt zo'n... Nina komt ook. Een avondsnijertje. Mm. Is het lekker? Mmm. Mm. We hebben eigenlijk helemaal geen vraag of iets. Nee, jammer. Nee. Ja! Ik mag een vraag. Papa gaat vragen stellen aan ons. Ja. Ja, waarom doen jullie deze mukbang? Nou. Ja. Omdat bij dit ons vaste zaterdagritueel is. Ja, dit is wat we eigenlijk elke zaterdag doen toch, Mark? Ja, maar ook wel een beetje omdat dit eigenlijk wel gek is dat een cafetaria... Ja. Alles wat hij maakt lekker is, met sushi en patat. En kapsalon, hele gerechten. Zelfs sperps waren goed bij. Ja, alles is gebam. Dikke promo. Ja, maar we hebben nog niet gezegd hoe het heet. Wordt. Nee, ik ga lekker niet zeggen hoe het heet. Anders kunnen wij geen sushi mee eten, want dan krijgen ze heel druk. Want ze hebben maar één sushi kok. Mm-hmm. En die heeft het altijd druk. Maar toch zijn er echt heel veel mensen nu in Ter Aar die het wel bestellen. Ja. Lekker. Maar... Mukbangs ben ik eigenlijk opgekomen omdat ik het zelf heel veel keek. En ze vatten je goed doen. Nee, ik heb ook een paar keer gekeken van jullie. Maar echt? Ja, maar het blijft een soort kijken. Ja, je zit een soort in. Ja. Wat leuk. Wat vind je het leukste dan? Maar boeit het eten hier? Ik ben in Mac geweest volgens mij. Ja. Middag. Je hebt al samen gedaan. Hm? Je hebt ook pas gedaan toch? Ja. Ja, meerdere keren. Sushi ook, 2 keer. En verder? Zo. Ik denk alleen sushi. Ik doop ook alles. Dit doop ik zowat niet in de mayo en dit gewoon in de soja. Gast, die zal. Dan gooi ik bijna nog door de yoghurt heen. Yoghurt? Nee, dat is niet waar. Nou, bijna wel. Hebben. Ochtends. Mm. Wat ik wel raar vind, maar dat vind ik zo nep, dat gras. Ja, dat is een sushi tent. Maar dat staat ook in de snackbar tussen die... Ja. Tussen al die... Maar het is puur om het gescheiden te houden. Mm. Ik vind het ook nu heel raar. Maar we gaan een patatje doen, mag het ook hè? Ja. Of een sushi of een sashimi. Oh ja, dat mag ook. Mmm. Ik vind het echt knap dat jij geen wijn drinkt.
Ja, Dry January. Maar alleen maar dansen. Nu ik eet, ben ik wel weer blij dat ik eet. Zo, nu ik eet, kan ik ook een mukbang filmen. Maar net dacht ik echt, ik kan niet. Nee, wij zijn letterlijk 10 minuten geleden uit bed gestapt. Ja. Jongens, kent iemand een grove frikandel? Volgens mij heb ik dit wel eerder in de vlog gezet. Echt? Ja. Een grove frikandel. Ik kan nergens op dat ik dit met stokjes eet. Maar... Oh, je wist nog dat ik een frikandel speciaal met stokjes ging eten? Ja. Ga ik ook doen. Frikandel XL. Ja. XL, gewoon niet normaal. Zeg eens van XXL. Dat is een XXL. Volgens mij heb je niet eens een frikandel XL. Oh. Ik weet het niet. Een grove frikandel. Wat kost een frikandel? Een grove frikandel. Ik zei een grove frikandel. Oh. Ik wilde uitleggen wat het was. Oh. Is een grovere frikandel dan een normale frikandel. Maar dan gewoon met grove vlees en veel meer smaak. Ik hou er niet van. Nee, ik ben... Heb je het toch geproefd? Ja. Oh. Ik ben meer fan van frikandel speciaal. Normaal. Ja, dat heb ik dus niet zo. Ik ben eigenlijk benieuwd, wat bestellen jullie als je naar de snackbar gaat? Bestel je gewoon een frietje en een snack? Want heel veel mensen doen gewoon... frietje en een frikandel of zo. Mm. Dat is ook echt veel te zuiden. Ja. Ik neem altijd van alles nog wat. Ja, heerlijk. Maar wij nemen ook snacks voor 's nachts. Ja, dan komen we terug van het uitgaan. Oh, dan is het niet normaal. Dan is het beste ooit. Vorig jaar hadden we mayonaise. Gewoon zo'n heel bakje dat in de magnetron gedaan. Het was ook de mayonaise warm. Ik zit helemaal onder de saus volgens mij. Ik neem een chicken wing. Deze zijn chicken wings zijn zo juicy en knapperig tegelijk. Ik zit echt te eten alsof mijn leven is vanaf. Ja. Mijn leven hangt ook vanaf. Ik had zoveel honger. Dat we is niet normaal. We hebben veel te snel. Ja. En dan is het nu weer lekker. Nee. Het is toch een soort pittig hoor. Ja? Ja. Nou. Wat wings? Nee. Chicken wings. Chicken wings met een stokje eten. Ik vind deze oprecht lekkerder dan de QC. Ja. Ik vind de QFC best wel overrated sowieso. Ja. Zijn er überhaupt mensen die de QFC leuker vinden dan de Mac? Ja. Tom, vind jij de QFC leuker dan de Mac? Lekkerder. Nou, zie, jij bent iemand die dat lastig vindt. Ik zou echt niet op nee. Wat vind je beter dan? Mac. Ja? Ja. QFC is zo afwisselend. Soms is het helemaal niet goed. Nee, het ligt echt... En ik weet niet wat ik moet nemen bij de QFC. Nee. Whopper, dat is dat toch? Nee, dat is Burger King. Maar wil je nog iets? Ja. We hebben veel te veel. En jij bordjes leeg. Eigenlijk wel een paar patatjes. Ja. Chicken wing. Wat? Chicken wing. Deze zijn ook, ze doen een soort kruiden op. Ja, dat is nieuw hoor. Heel lekker. Wil je deze ook? Ja. Die is heel lekker. Wel. Maar ik wil wel mijn flipsaus zien. Zo juicy inderdaad. Ja. Zo, een heel kruiden van de buitenkant. Wij waren een keer naar de KFC. Ze hadden van die chicken stripes, die waren zo goor. Ja, die waren hebben weggegooid. Heel zacht. Zit daar. Ja. Alles combineren. Ja. Nou, sowieso, ik denk sowieso dat als je in de stad woont, dat je minder snel snackbaar eet. Want je kan alles eten. Ja. Oké, ik ben nog de hele tijd aan het stoppen. Oké, ik wil nog één keer een grove frikandel proeven. Ja. Doe maar. Het is gewoon minder fijn gemalen als een gewone frikandel. Nou, ik vind het niet lekker. Nee, jij neemt altijd grove. Ja. Zo lekker. Maar heb ik gegeven van opa, hè? Is dat zo? Ja, die heeft mij toen een keer gewoon meegenomen naar de snackbar. Zeg van, Anne, we gaan nu grove frikandel leren eten. Je zou van je opa leren eten. Wel leren eten. Oh. Van haar. Zo, de sashimi, dat is ook echt iets voor Nien. Ja, moet zeggen dat ze ook houden. Ja, sowieso. Ik ben benieuwd hoe laat ze komt. Dit is echt weer zo'n zaterdagavondgevoel. Ja, je echt. Kijkt, nu ik denk zit, ik, nu voelt het als zaterdag. Als ik op mijn werk kijk hier naar uit. Ja. Je zou denken dat dit echt een gore combinatie met elkaar, maar het is zo lekker. Dit is gewoon leven. Dit is echt. Beter bestaat niet. Zij leeft sowieso ook weer eten. Ja. Het is zo. Zo. Is die lekker, de tonijn? Tonijn heel mals. Smelt op je tong. Oh, dat is ook lekker, wel. Lekker, hè? Ja. Maar we hebben pas ook een kapsalon daarop. Dat is ook niet normaal. Nee, dat is ook lekker. Niet zo heftige, gore kapsalon. Nee.
Hij is zo glad dat hij gewoon van de stokjes afglijdt. Ja. Nee, nee, nee. Oh, nee. Oh, jij prikt erin. Ja. Gewoon prikken. Prikken. Prik in prik. Nou. Je hebt een langer uit de poplist van dat vaak. Twee? Geen? Ja, de Grand en de pollepel. Maar ja. Ik vind allebei mooi. Ik heb het er niet zo mee. Nee? Nee, dit is echt beter. Maar wij hebben er ook nog één. De Linde. Oh ja. Maar we gaan altijd naar, we gaan nooit naar de Linde. Tom wel eens, volgens mij. Tom, wil je even commentaar geven? Tom zit in zijn tv. Ja. Staat ook gewoon aan. Ja. Hier zit bij allebei. Dit is de chaos die er van altijd is. Hier zit bij allebei een Chinees in, dat is ook gek. In Lange daar niet, toch? Nee, bij de Kleine niet. Lange heb je helemaal niks, joh. Nee, maar ik bedoel meer Chinees die het runnen. Oh! Nee, ik weet echt niet eens wie het runnen. Elke keer verandert het weer, dan bestaat het weer niet. Doe jij nou je... Dat is lekker hoor, er zit altijd mayo op je sushi. Er zit gewoon een sushi dip in de mayo. Ja joh, het doopt overal in, joh. Ja, hoe meer saus, hoe beter. We zijn aan het afvallen, not. Dus dat. Bedankt. Maar het valt ook, het is ook gewoon... Oh! Wat wil je dat proeven, de sashimi? Ik denk echt dat deze mukbang met team niet waar is. Ja, dit is de tonijn. Ja? Ja? Dat is altijd goed. Ja, dat is niet waar. Maar tenminste, dat is toch lekker. Dat is wel lekker. Dat is altijd goed. Mm. En, nou, ik ga voortaan met mijn snacker met mijn stokjes eten. Nou, kijk dit. Dat is echt chill. Dit is gewoon een uitvinding. Ik weet niet meer wat ik wil. Deze. Ik zit zo snel te eten, zometeen ben ik weer helemaal vol en dan... Ja, we moeten even een wijnpauze. Even een vraag aan pauze. Nog een leuke vraag, ja, ik heb nog een leuke vraag aan ons. Ja, ik ben wel eens in China geweest. Het hoeft niet over het eten te gaan, hè? Maar er zat iedereen met stokjes te eten, maar wij kennen dat natuurlijk helemaal niet. Nee. Nee. Jij kan dat sowieso niet. Kregen we daar kindervorkjes? Nee. Allemaal van die volwassen mannen. Wat mooi. Is dat allemaal te lachen. En allemaal van die aquariums, helemaal vol met aquariums waar al die beesten nog in zaten. Auw, ik beet mijn stokje. Ook allemaal van die kreeft en zo. Ja, alles. Zalm, tonijn. Alles werd vers uit de bak. Niet normaal. Dit is dus ook, om even door het verhaal heen te praten, een hamkaasvlees. Ook weer anders dan een kaasvlees. Ik heb het allemaal een keer uitgeprobeerd en het viel. Ja, jij bent ook van die aparte dingen. Dat is ook heel lekker, want er zitten van die hele kleine stukjes ham in. Ja, en geef net. Had meer smaak. Mmm, hapje? Nee. Misschien zo. Kan ik je niet beloven. Kijk, Dex. Dex, kom eens! Oh, hij komt. Doe ik voorstellen. Is hier? Kijk eens, Dex. Zien ze? Dit is Dex. Dex is echt te cute voor het leven. Ja, Dex houdt ook van Suus. Je houdt ook overal van. Ja, Dex houdt van alles. Als er maar genoeg zout op zit, lijkt dat zijn baas. Echt? Nee. Oh. Alsof hij zegt, nee, meer zout. Is dan met ui. Maar Mark, heb je niet gewoon een vraag aan ons? Doe je? Gewoon een vraag aan ons. Gaan we uit vanavond? Mm-hmm. Ja. Waarheen dan? Wij gaan naar Pluk, mijn vriend van ons. Jij vraagt altijd nu, is vrouw Pluk een jongen of een meisje? Pluk is toch meer een meisje? Vraagt u dat altijd? Pluk, maar dat is misschien Pluk. Heeft Tom al zijn chicken wings? Pluk. Tom, heb je al je chicken wings al? Pluk, nee, ik heb er twee gepakt. Oh, dan houden we dit over. Drie over. Drie. Oh. Ik ga kijken waar Nina is. Ik krijg mijn vader. Kun je dat zien, man? Wij kunnen elkaar zien dat waar we zijn. Wat zeg je nou? Maar ze is nog thuis. Oh. Ze is nog verdomme thuis. Zeg ik. Nina? Ja. Kan zo niet... Hoe laat zou die zijn dan? 7 uur. Ja, echt 7 uur. Maar dan zegt ze, stuurt ze al een berichtje van, ik ga niet redden, ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus, ik moet zo. Jongen, ik zit vol. Ik ook. Ik moet kijken hoe hard het al gaat. Ja, maar we zijn wel al een kwartier aan het filmen. Oh. Gaat goed. Ik ga gewoon niet knippen, denk ik. We zijn nu klaar, ik zit nog niet op. Maar ik bedoel, waar hebben we het eigenlijk over gehad? Zeg maar over niks. We hebben alleen maar gegeten. Wel. Wat dan? Over Chinees, over prik, over ik wou zeggen, hebben jullie een vast... Ik wil niet zoveel vragen stellen, maar ik wil het gewoon echt weten. Ja. Ik hoop dat jullie ook reageren op onze vragen. Een vast dag dat je patat eet. In dorpen
Vroeger was het echt een ding dat je verstand op vrijdagavond had. Ja. En vrijdagavond. Ja. Oh. Maar ik hey, had... je dan wel een appie. Ja. Lekker. Maar ik zou liever kaas willen. Maar dit is ook kaas. Er zit ook meer kaas in deze. Hmm. Ik denk dat Nina wel de rest op eet. Dit eet ze sowieso. Sashimi eet ze. Ja, maar even zo. Ik ben er niet klaar. Ik hoop dat jullie even reageren op onze vraag. Want ik wil ook echt weten wat mensen bestellen bij de snackbar. Misschien krijgen we inspiratie eruit. Dan gaan we de volgende keer bestellen wat hun zeggen. Ja. Dus een nieuwe comment wat jij bestelt. Van de mukbang. En dan gaan we volgende keer een mukbang opnemen. En dan gaan we bestellen wat jullie altijd bestellen. En dan gaat Tom ook op de video. Of iets dat je... echt moet uitproberen. Dat je zegt, dit moet je proberen. Niet dat je per se altijd bestelt. Maar dat je denkt van, ja, dit moet je echt... Als je dit niet neemt, dan heb je echt iets gemist in je leven. Ja, of een keer geprobeerd hebben. Ja. Hoeft niet eens je fave te zijn. Wat was dat nou? Een keer een Lian bout. Ja. Weet je dat nog? Maar dat is alleen een nieuw code. Dat is niet vaststaan. Is dat niet ergens anders? Nee. Nou, ik dacht dat ik Chinees hoorde praten. Ik denk, waar gaat dit over? Een Lian boutje. Ken je dat? Nee, dat ken ik niet. Ja, dat is van vroeger. Dat is zo'n sticky soort... Ja? Ja. Een Lian boutje. Wat zit erin dan? Ja, gewoon... Dezelfde kip. Leuke staart. Gewoon kip of zo. Nee, ik denk een soort bami ook. Een soort schnitzelachtig. Bami? Ja, of meer een frikandelachtig. Ja, wat is het nou? Volgens mij is het wel een Lian-boutjes met een krokant dingetje ermee, toch? Ik weet het niet. Hij weet het niet. Ik zoek het even op. Ja, maar zoek jij maar Lian-boutjes van echt wel van wat is vroeger ook al. Old school. Old school snackies. Ik vind het niet normaal. Wat zei ik nou? Noem je dat dan Lian? Lian. Lian. Ja, ik Lian. Weet Lian. Ja, Lian. Lian. En dan? Bout. Gekke naam, maar. Ja, slaat nergens op. Maar ik dacht dat het kwam door iemand die in de snackbar in Nieuwkoop kwam. Maar hoezo hadden we het daarover? Ik dacht dat Lian. Of was je daar niet bij, ja? Een Lian-boutje. Wanneer? Jawel. Is dat echt iets? Ja. Een Lian-boutje is een Nederlands gefrituurde snack die warm gegeten wordt. Het originele Lian-boutje bestaat uit een mengsel van rund en varkensgehakt. Gemaakt in een speciale kruidenmengsel. Gehakt! In een krokant korstje. De snack heeft de vorm van een kippenbout aan een stokje. Oh, oh ja! Het lijkt op een soort Amerikaanse corndog. Laat het zien. Ja, het is gewoon een corndog. Valt bijna in de sushi. Dit is een Lian-boutje. Iets dichterbij. Iets dichterbij? Ja. Kom naar de camera. Ja, dit is een Lian-boutje. Dit is een mopen Lian-boutje. Je vader ook vanmiddag. Tot Mook! Nee, wat zei je nee, nou? Mook het zo! Mook het zo! Hé hey Tom, ik zei net tegen papa. Oké, Mook het tot zo. Mook het vanmiddag. Zei hij, oké, Mook het tot zo! Ik herhaal hem gewoon. Echt? Ik heb hier ook nog mayo, hè? Het is echt verstand. Oh ja, maar jij bent met pinda. Zij drinkt, Zij eet ook de kaas of alleen met pindasaus. En mayo. Flip. Dat doen Annemarie, dat doet mijn tante ook. Nina ook. Dus Annemarie kijkt dit sowieso. Oh ja! Annemarie, we love you. Shout out naar Annemarie. Als ze dit ziet, hoort hij. Vindt ze het helemaal leuk, ja. Dan ziet het ook. Annemarie kijkt denk ik alleen. Ja, dan komt Nina opeens thuis en dan hoort ze opeens zijn stem. En dan hoort ze de moeder dat filmpje kijken op de bank. Ja, echt cute. Maar mijn moeder wil het niet kijken. Jawel. Ze zegt dat ze het ook altijd zit te kijken. Mijn moeder? Ja. Pap, kijk mijn moeder verzadigde video's. Ja, tuurlijk. Sowieso die sushi McBeans kijken en dan zit ze op mijn verhaal te reageren. Oh, was zo leuk. Echt? Leuke meiden zijn jullie, ja. Mijn moeder kijkt het niet. Maar beter maar, ook. Dat vind ik ook beter. Ik zei ook een keer tegen haar van, doe maar niet kijken. Nee. Maar ik vind het ook niet erg hoor. Ze heeft nog nooit zo over gezegd. Nee. Dat vind ik prima. Nee. Ik heb er niks over te zeggen. Dat heb ik ook tegen haar gezegd van, je mag kijken, maar ik hoef er niks over te horen. Ja. Dit is de grootste drama queen van Nederland. Ja. Dat zit in een auto. Zo misselijk. Ja. Oh, het was zo misselijk. We hadden een soort sapje op met gember en weet ik het allemaal. Nou, dan moet het raam open. Echt. Nee, echt. Maar iedereen moet dan ook voelen en horen wat ik voel. Dus je moet ook even laten weten hoe extreem het voelt. Hoe kut ik me voel. Maar ook hoe, als ze blij is ook, want dan kom je hier binnen en is het opeens... Ik heb een nieuwe winterjas gekocht. Ja. Wil jullie mijn nieuwe winterjas zien? Oh, wij zitten altijd zo veel te lullen over dit is gewoon precies hoe zaterdagavond uitziet. Maar dan een heel klein deel maar, ja. Eigenlijk.
het eten zit altijd zo. Altijd, alle sushi zo. En friet. En met elkaar. En dan zitten we echt zo nog een uur of twee uur na de tafel. En dan opeens denk ik, fuck. Want dan praten ik, kut. We zouden zo, met over een uur ook weer bijna bij Pluk zijn. Nee, ik moet me nog helemaal opmaken. Helemaal opmaken? Ja, maar ik wil het opnieuw doen, want ik wil opnieuw foundation testen. Ja, daar zou ik dus echt te lui voor zijn. Ik kan al nooit. Nina is nog thuis. Nina, where the fuck are you? Oh, Stan zegt rond 10 bij Pluk. Ja, jezus. Zo typisch. Dit is ook precies hoe de zaterdagavond gaat. Nina altijd te laat. Ja. We weten nooit hoe laat we ergens moeten zijn. Of überhaupt ergens heen gaan. En nou, we gaan altijd ergens heen, maar we weten nooit waar. Nee. Ik moet echt aan die TikTok denken dat... Who's going with you? I don't know. Yeah, no. But what are you gonna do? I'm trying to figure it out now. Yeah. I don't know what we're doing. Ja, die echt. Dat is echt op de zaterdagavond. Plak hem even in. Ja, die gaan we even opnemen. En dan plakken we hem erbij. Zo, dat gaan we doen. Where are you going? I don't even know yet. Who going with you? Whoever come, I guess. I don't know. What y'all gonna do? I'm trying to figure it out now. I don't know what we're doing. Y'all gonna eat? I hope so. I'm hungry. Dit is wel leuk, want dit is drie. Dit is met die nieuwe filmfunctie. Dit is dus ook typisch hoe de zaterdag. Of zit er ineens, Saar? Kan je even zitten boven en hoor ik opeens, Saar? Hoe werkt collaboration? Ja, hoe werkt collaboration op Instagram? Nou, ik wil even show dan geven naar Fibrose. Kijk, hoe lachen we met die portret. Zo, die film. Zo. Lachen, hè? Maar met Roos doet hij het niet. Oh, zo niet. Maar dat is lastig. Krijg geen mensen. Ja, ik moet daar ergens op focussen. Ik ben gewoon nog steeds aan het eten. That's my last. Ja, maar... Ja? Neem ik het laatste frietje. Oké. Ja, maar wat zou jij hiervan nog willen? Ik wil die chicken wings. Dan doe je dat toch? Tom, hij mag er nog 2. Ja. Nou, dan geef ik hem 3, omdat het heel aardig zijn. Hij gaat vannacht op eten. Ja, daarom. Mag even nog 3. Dat is waar. Ze hebben toch een job. Oké. Saar, ze komt er gewoon nog uit. Oh. Wink, wink. Ik vraag me af hoe ik ga. Ja. Oh ja. Hoe deze vlog eruit ziet. Hoe chaotisch. Hey, Tom heeft helemaal geen sojasaus op. Ik had zo'n bakje ook gevoeld. Oh, nou, daar hebben we nog 2 over. En dan wasabi. Hoe schrijf je mukbang? M-U-K. Ja? B-A-N-G. Hoor je het zegt? Ja, gewoon mukbang. Maar het heet eigenlijk mukbang. Uit Zuid-Korea. Hoe? Ja, maar het is geen bang, maar bang. Bang. Ja, dat is wel bang. Mukbang. Mukbang, ja. Het is geen mukbang. Ja, wel, zo zeg je het toch? Maar het komt uit Zuid-Korea. Maar daar gaan mensen echt zo... Gewoon met allemaal hun handen en zo. Ach. Hey, kom jij maar. Sarah heeft dus niks echt met dieren, maar Dex is de bestie. Ja, Dex is echt. Hij is ook gek voor sushi. Echt? Hoe wacht hij daarheen? Nee, joh, hij is ook niet voor sushi. Oh. Hij is gek op alles wat wij eten. Sushi. Geef hem een tonijntje. Sushi is gezonder als een patatje. Een tonijntje? Maar hoe kan ik dat geven? Gewoon zo. Ja, heel rustig. Zachtjes. Ja, zachtjes. Zachtjes. Ja, lekker. Oh, hij vreet dat ook gewoon in één. Ja. Oh, mijn handen voelen vies. Ik krijg ook een keer comment. Eeuw, je zit echt met je vieze handen in je haar. Ja, als mijn haar voor mijn hoofd valt, dan moet ik er zomaar een soort in zitten. Ik vond het helemaal scheten. Eén laatste jersey. Zijn we wel scherp? Hey. Zijn we scherp nu? Nou, mijn idee is heel wazig. Ik hoop dat jullie deze hele chaotische mukbang ook het leuk vonden. Een keer wat anders. Niet zo, niet zo gestructureerd. Ja. Niet gemaakt, maar normaal ging ik wel een beetje verzitten. En nu zijn we gewoon lekker low-key. Lekker op de zaterdagavondtafel, lekker aan het snackbar. Ik heb nog nooit een snackbar meer ben gezien ook. Wel, ik wel. Okay, we zijn niet vernieuwend. Maar wel leuk met sushi erbij. Daar zijn we wel vernieuwend in. Maar goed, zit te lachen. Bedankt voor het kijken. Okay. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet een blauwe duimpje omhoog te geven. En me supporten door mijn YouTube kanaal te abonneren. En dan zie ik je heel snel weer. Doei! Doei.